Cystische fibrose, of taaislijmziekte, is een nare aandoening waardoor je longen niet goed werken. Veel patiënten worden niet ouder dan 40 jaar. Het komt door een verkeerd gen, een stuk DNA waarin een fout geslopen is. Maar met de nieuwe techniek CRISPR-Cas kun je dat foutje binnenkort herstellen. Dat kan al in het embryo, dat daarna uitgroeit tot een gezond kind. Gaan we sleutelen aan onze kinderen? Nou, zover is het nog niet. Eerlijk gezegd is CRISPR-Cas als autocorrect voor DNA nog lang niet nauwkeurig genoeg. Maar daar wordt door onderzoekers hard aan gewerkt. Daarnaast mag het nog niet van de wet. We weten immers niet wat de gevolgen zijn, maar een wet kan veranderen en misschien krijgen aankomende ouders in de toekomst wel zo'n formulier onder hun neus. Wilt u een kind met cystische fibrose of zonder cystische fibrose? Het DNA van het embryo nog in de baarmoeder wordt getest en als er een fout in zit, wordt die hersteld. De bevruchte eicel krijgt op maat gemaakt crispe kas ingespoten. Dat gaat op zoek naar het foute DNA, knipt het eruit en plakt een foutloze versie terug. Geen probleem. En je kunt het voor nog veel meer aandoeningen gebruiken. Maar veel andere erfelijke aandoeningen, zoals suikerziekte, depressie of sommige soorten kanker, zijn veel complexer. Heel veel verschillende stukken DNA spelen daarbij een rol, maar ook bijvoorbeeld of je gezond eet en beweegt. Wilt u een kind met kans op suikerziekte? Al kun je dat dan voorkomen door gezond te leven, of met verminderde kans op suikerziekte. Maar als we aan honderden genen gaan sleutelen, kan er best ergens anders een foutje insluipen. Andere aandoeningen zijn misschien erfelijk, maar ook weer niet zo ernstig. Moet je dat ook oplappen? Wilt u een kind met bril of zonder bril? Of het zijn helemaal geen aandoeningen? Wilt u uw kind super intelligent of heel gewoontjes zoals de ouders? Wie bepaalt of we daarom mogen sleutelen? Wilt u een mooi kind met blauwe ogen en blond haar? of een gewoon kind met een peper en zoutkleurig haar, tanden en een beetje fletse ogen. Let op, dit is nu nog niet mogelijk. Nog niet, maar waar ligt voor jou de grens?